Goedenavond. Nou, we gaan kijken of het vandaag gaat lukken. Wie weet. Elke keer zoveel issues en problemen, maar wie weet dat ik nu zomaar in één keer live kan. Nou, ik ben weer zwart, maar ik weet inmiddels dat 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 overgaat. Nou. Even kijken of ik mezelf... Ik kan jullie niet aanklikken. Nou, we gaan zo eens even verder. Kijken wat het doet. Onvoorstelbaar, maar ik krijg mezelf weer niet te zien. Even kijken. Nou, en als ik mezelf al niet kan zien... Nou, kijk eens, daar ben ik. Ja, oh kijk, er zijn mensen die mij gevonden hebben. Dus ik denk dat ik in de groep ben dit keer. De laatste keer toen was ik wel vanuit een groep live gegaan. En had ze hem op mijn eigen tijdlijn gezet. Vraag me niet hoe het komt. Maar het lijkt wel goed te gaan. Nou, super. Hallo, goedenavond. Ik ben er. Gisteravond was ik er uiteindelijk niet. Ik had veel langer gewerkt dan verwacht. En ik ben alleen thuis met de kindjes momenteel. En ik moest al boodschappen doen en koken. Ik moest alles nog doen voordat ik zat. Was het 20:15 s'avonds. Dus ik dacht, nou weet je, dan lukt het me niet meer om live te gaan. Toen zei ik om 21:00 vanavond live gaan. Dat leek me niet echt heel handig. Dus die haal ik komende woensdag in. Dan ga ik aan de slag met de cadeaukaart. Die flipkaart van Elizabeth Craft Designs. In combinatie met de nieuwe Art Journal Specials. Ja, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, denk ik, maar bij deze. Die ga ik dan woensdag doen. Vandaag ga ik met deze aan de slag. Dit is toch wel zo'n leuke. Dit is de hoe noemt hij hem? Painted Blooms. Ik noem het elke keer Paintbrush. Zo te zien een idee van Vicky Papayonau. Of iets dergelijks. En het grappige is, zij... is denk ik de eerste YouTube, degene die filmpjes maakt die ik gekeken heb. Dus ik vond het wel grappig dat het van haar was. Goedenavond. En dit is de set zelf. Het is een kwast. Dit zijn de haartjes. Dit is wat hierop moet. En dit is wat hierop moet. Hè. Het is gewoon een kwast. Maar je kunt ook de kwast maken met allemaal blaadjes. Dus in plaats van de... haartjes kan je met allemaal blaadjes maken. Je kan er ook vlinders uit laten komen en verschijnen. Je kunt er gewoon met de haartjes mee werken en de bloemetjes. Nou, enfin, je kunt er van alles mee doen. Ik vind hem onwijs leuk. Dus ik dacht van, deze vind ik wel leuk om mee aan de slag te gaan. En ik heb iets bedacht. Want dat was ook nog een heel uitdaging. Maar ik heb iets bedacht om hiermee te doen. Want je kunt hier natuurlijk van alles mee verzinnen. Verhuiskaart mee maken of iemand feliciteren met een nieuw huis. En zoiets is natuurlijk altijd superleuk. Ik dacht van iemand bedanken die jou geholpen heeft bij het verbouwen. En er is iemand die ons heel veel heeft geholpen met op zolder alles in orde maken. Dus dat is ook wel leuk om een kaartje voor te maken. Ja, Rosita, ik heb vandaag eens nagellak op. Dat was jaren geleden. Dat was echt jaren geleden. Het is nagellak van mijn dochter. Ik vond hem zo mooi een keer. Ik zeg, Mila, mag ik die ook op? Ik ga hem even opmeten. Iemand vraagt hoe lang hij is. Hij is 12 centimeter in totaliteit. Dus het handvat zelf is 8 centimeter. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de haartjes. En de haartjes die komen op ongeveer 5 centimeter. Dus je komt op 17 centimeter met de haartjes. Dus een beetje een slimlijn. Je kan hem op een slimlijnkaart gebruiken. Leuk, hè? Hij is leuk voor slimlines. Dus nu heb ik hem op mijn tenen en op een nagel. Ik vind het helemaal raar. Ik heb zo lang geen nagellak op gehad. Maar ik vind het wel weer eens leuk. Deze set dus. En wat heb ik erbij gepakt? Nou, ik heb deze erbij gepakt. Dit is de 3D Lumber, noemen ze hem, van Sizzix. De 3D folder van hout, om het zo maar te zeggen. Van Tim Holtz. Je hebt er ook een kleintje van. Dat is ook een 3D. Is ook van Sizzix. En toen vond ik mijn verzameling van embossing folders. Dit is een kleintje met steentjes. Daar maak ik wel eens huisjes mee. Echt superleuk. En dan met die samen. Dit is dat alfabet, het ouderwetse typemachine.
Deze vind ik heel mooi. Die heb ik nog niet gebruikt. Met bladeren. Die is wel mooi voor de herfst. Deze vond ik ook heel leuk. Met die plusjes. En dit is een doily. Die vond ik ook wel echt heel erg mooi. Dus ik dacht, dat is grappig. Ik heb er een heleboel inmiddels. Ik had niet door dat ik er al zoveel had. Maar ik heb deze gebruikt. En die heb ik inmiddels even er doorheen gehaald. Want ik dacht, ja, dat wordt anders weer zo gedoe. En in feite is dit hem. Dit is letterlijk, dit is hem. Dit is het houten 3D. Ik heb gewoon even het papier nat gemaakt. Dit is gewoon kaartstok. En ja, door de 3D folder, door mijn machine gehaald. En dat was het. Oh ja, die kan wel in de A5 machine. Kijk maar joh. Ja, makkelijk. Appeltje eitje. Dit kan prima in de A5. Ik zit mezelf af te vragen of hij in de kleine kan. In delen. Ik denk dat hij zelfs in de mini past. Ik weet wel zeker. Hij past zelfs in de mini. Dus je kan hem absoluut zeker weten in de A5 gebruiken. Dus deze heb ik. Wat heb ik eigenlijk gewoon gedaan? Heel simpel. Ik heb het een paar keer er doorheen gehaald. En je ziet hier van die lijnen. Die heb ik letterlijk een beetje niet al te recht geknipt. Nou heb ik dus allemaal strookjes met dat hout nerfje, zeg maar. Dus dat heb ik gedaan. Al. Dus een beetje wat gestanst. En deze heb ik gedaan. Dus ik heb nog niet zo heel erg veel gedaan. Maar dit is wat ik heb klaar liggen voor vandaag. En ik heb natuurlijk de borstel zelf. En die heeft zo'n mooie, ik weet niet of dat te zien is op het scherm. Maar die heeft zo'n mooie nerf erin zitten. Ik heb een aantal van die haartjes gestanst. Ik denk daar moet ik er een paar van hebben. Dus daar zal ik er een paar van stansen. Dus aan die blaadjes. Nog meer haartjes. Ik heb de bloemetjes en de blaadjes. Nog meer bloemetjes en ik denk dat, oh ja, en dat hendel nog. Oh ja, en een blaadje waarvan ik niet wist of ik hem ging gebruiken. En dat tussenstuk. Het ligt nog weer, ik zal laten zien wat hier nog meer ligt. Ik was bezig met kerst. Niet lachen. Gewoon niet lachen, maar ik was bezig met kerst. Dus nou, dat gaat daar weer in. Ik ben ondertussen bezig met allemaal workshops uitwerken. Dus ik ben met van alles bezig. Maar het is wel heel leuk, maar het is heel chaotisch naast een nieuwe baan, kan ik melden. Met een baan waar ik ook nog heel veel moet overwerken. Dus het is super leuk, maar super druk. Dus ik probeer alles een beetje te combineren. Nou zat ik mij zojuist te bedenken, toen ik dit heb ik dus eigenlijk uitgestanst. Dat dit gedeelte, deze, die wil ik eigenlijk glanzend hebben. En dat puntje ook, dat is die. En toen dacht ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig. En ik kan dat doen met embossingpoeder. Papier om te stansen. Dit is gewoon 200 gram Florence water aquarelpapier. De smooth. Ik gebruik die eigenlijk het meest. Die 200 of de 300 gram van Florence, dat aquarelpapier. En dit heb ik met kaartstok gedaan. Lijkt wel alsof hij al een beetje bruin is. Maar dat maakt niet uit, want dat komt zo meteen. Dit is kaartstok. En dit is aquarelpapier. Dus ik bedacht me net, ik heb helemaal geen wax. Niet lachen, dat mag. Je mag lachen. Ik heb niet goede wax hiervoor. Ik heb niet van die metallic zilver of metallic gouden wax. Dus ik zat me net nog te bedenken. En daarom heb ik mijn kleine machientje erbij gepakt. Ga ik toch nog heel even. En ik heb dus letterlijk, ik probeerde dus mijn zilverpapier te vinden. Kon ik natuurlijk ook niet vinden. Dus ik ga maar voor goud. Ik heb hier een stukje goudpapier. Dat staat dus. Heb ik dus echt letterlijk 2 minuten voordat ik live ging bedacht dat ik het glanzend wilde hebben. Dus het zal nog niet bij de artikelen staan. Maar ik dacht, ik wil dat toch glanzend. En dat is lastig als je geen metallic wax hebt. Dus ik denk, dan moet ik het toch op glanzend papier doen. En ja. Dus vandaar. En ik wil het uiteinde ook glanzend. Dus ik ga deze twee toch nog heel even door mijn stansmachientje halen. Door deze kleine. Oh, bij jullie stellen ja kerst. Oh, ik was toch helemaal niet met kerst bezig. Ik zit nog midden in alle zomercreaties. Maar voor de workshops ben ik ook al met kerst bezig. Kijk, dit is wel echt heel gaaf, want het is een mooie
En bossing, dat weet je een beetje te zien is, maar je ziet echt de streepjes en de dingetjes erin zitten. Dus ik denk dat ik mooier vind dan dat ik het zonder glans heb. Want ja, echte kwasten zit ook een beetje zo'n glans dingetje aan. Ik zal hem weer netjes terug doen. Zijn we weer terug naar Janina. Ik heb hem even geleend, dus hij is een beetje netjes weer terug. Zo. We beginnen allemaal elk jaar eerder aan kerst, hè? Ja, dat gevoel heb ik ook. Maar dit is natuurlijk wel juli. En je hebt natuurlijk dat juli, Christmas in juli. En in juli komen al die papierdingen uit voor kerst. Dus ja, het is wel, dat past er allemaal wel een beetje bij. Deze gaat opzij. En ja, kerstkaart, als dat lukt altijd, Marianne, is dat wel fijn als je dat gewoon achter de hand hebt. En dat gewoon kan doen, hè? Dat snap ik. Even kijken. Een kladpapiertje. Dat is de hond van de buren. Die is de hele dag al bezig. Zo. Dan wil ik natuurlijk wel eventjes nog mijn borsteltje een beetje het fatsoenlijk kleurtje geven. En daar heb ik, als mijn trolley wil meewerken. Dat zou ook wel leuk zijn. Dan heb ik die stress inkjes voor. Ik heb, dat is wel heel erg rustig. Ik heb een paar bruine. Een donkerbruine. En ik heb nog een licht. Nou, dat zijn eigenlijk gewoon de bruintinten van de Distress Ink. Dat is allemaal niet zo heel erg spannend. Ik zit heel even te denken hoe ik hem erop wil doen. Ik denk met de brush. Ja, deze heb ik nieuw. Die moet ik ook nog proberen. Dat is de Lavinia brush. Maar die past niet bij de Distress Ink. Dus dat doen we niet hierbij. Ik denk dat ik deze maar ga gebruiken. Ja, die 12 jaren, of 12 maanden, 12 jaar, 12 maanden kerst is natuurlijk wel heel leuk. Je bent wel klaar met, tegen de tijd dat het kerst is. En ik wil mijn borstel een beetje licht houden, omdat ik hem, zal zijn natuurlijk ook nog hier van hout van moet maken. Houtkleur. Dus ik wil deze licht. Ik denk dat hij al meer dan lang genoeg, donker genoeg is. Ik heb ook de Distress Crayons erbij gepakt. Als ik nou denk van nou, ik wil toch een klein beetje meer. Is dit groen? Ja. Een beetje meer crunchy effect. Oh, je hoeft ook nog helemaal niet met kerstkaarten te beginnen, toch? Het is puur en alleen dat ik met die workshops bezig ben. Zo, kijk. Is net een beetje leuker. Die crayons zijn ook altijd overal goed voor. Waar is mijn lijm? Hier is mijn lijm. Nou, dit is even erop plakken. Je kunt natuurlijk ook gewoon papier gebruiken hiervoor. Hè? Ik ben altijd heel erg van, oh, van kleuren op een andere manier. Maar die kun je natuurlijk ook uitstekend papier voor gebruiken om te stansen. Goedenavond. Nou, ik zit wel in mijn hoofd ook in de zomer, want die zomerchallenge begint maandag. Dan gaat Tiets beginnen met de zomerchallenge bij Hobbyvision. En daar heeft ze zoiets leuks voor bedacht. En laatst op de design team dag hebben we natuurlijk al wel een opzetje gemaakt. En voor mij was het echt niet in mijn comfortzone, maar dat is wel zo leuk om te doen. En ik heb hem in de basis af. Nou, andere dames waarschijnlijk in een halve dag. Toen heb ik 2 dagen over gedaan. Ik mag alleen de buitenkant laten zien. Die hebben we al een beetje laten zien op. Maar dat is deze. Daar zijn we mee bezig. Dat is echt, echt super, super leuk. En het wordt een challenge waarbij je die niet hoeft te maken. Maar je krijgt wel de beschrijving. En daar kun je dan de opdrachten in maken. De haren plak ik eronder. Kijk. Je kan het ertussen doen, maar je kunt het er ook prima
onder plakken. En dat is wat ik in dit geval ga doen, want ik ga er nog meer mee doen. De haren. Laat ik die meteen maar doen, aangezien ze toch hier liggen. Ik ga dit ook nog hout maken, hè? Dus ik ga dit ook nog kleuren. De borstel is in essentie wel aardig klaar. Die is wel heel leuk geworden. Ja, als je nou niet alles opplakt, dan moet je de haren er inderdaad even tussen doen. Maar ik plak het op de kaart straks, dus dat maakt niet uit. Geen paniek. Ik was het niet vergeten. Maar, oké, waar was ik mee bezig met mijn verhaal? Ja. Dus dat komt hierop. Ik heb deze kwast. Hier komen de haartjes. En ik ga de haartjes gedeeltelijk ook bruin maken. Maar gedeeltelijk de verf. En de verf is blauw. Als je het niet begrijpt, dan laat ik laten zien wat ik bedoel. En dan betekent dus dat ik een deel bruin moet maken. Goedenavond. En een deel blauw. Dit wordt wel volgens mij een heel leuk kaartje als lukt wat ik in mijn hoofd heb. Ik heb nog niet kunnen oefenen of zo. Nou, dus de haren zelf worden gedeeltelijk de kleur van de haren zelf, hè, de brush zelf. En dan de buitenkant, de tweede helft. Is de verf. En het hoeft allemaal dus ook niet heel netjes. Ja, het is net een echte kwast, hè? Hij is zo leuk. Grappig, hè? Dat je dan zoiets kan, dat je dat ziet, dat je denkt, oh, die is leuk. En dat je ook meteen 50 ideeën krijgt. Want ik denk dat je met deze stand ook heel goed zo'n saskaartje kunt maken. Dus alles wit. En dan op een witte kaart, maar dan wel in een relief in hoogte. Daar leent deze zich heel mooi voor. En die ga ik denk ik ook nog wel maken, als het me lukt. Het is ook een mooie kleur. Dat is een nieuwe kleur van de stressoxide. Ik heb de zes oxide. Maar is die, hoe heet die eigenlijk? Uncharted Mariner. Ik vind net blauwe bessen. En van de bruine heb ik de lichtste is de tea dye. Dat is deze. En die walnut steen. En die waar? Deze heb ik gebruikt. Vintage foto heb ik voor de haren gebruikt. En de tea dye voor het kastje. Maar feitelijk kijk ik bijna nooit naar wat ik pak. Ik kijk alleen maar van, oh, welke is het donkerste? Welke is het lichtste? En welke moet ik wel of niet hebben? Nou, er zit verf op de kwast. Dus dit gedeelte heb ik gedaan. Die kan even rusten. Of ik kan hem alvast wel plakken. Dat kan trouwens net zo makkelijk. Ja, Sylvia, ik ook hoor. Maar we doen net alsof we het heel goed kunnen nu. En dan is het niet net alsof de hele kwast ook blauw is. Goed? Ik heb hetzelfde euvel. Ik zit ook altijd zelf helemaal onder. En we moeten nu de kamer van mijn dochter, die is nou ja, bijna klaar. En die heeft nu een kleur uitgezocht voor een klein muurtje. En dat is een prachtige kleur trouwens. Een beetje kalk. Het lijkt wel heel erg op die velvet. Deze kleur lijkt het heel erg op. Die Victorian velvet. Zo'n beetje krijtachtig roze. Maar ik weet zeker dat ik ook krijtachtig roze ben straks. Maar dat mag de pret niet drukken.
altijd maar weer oude kleren aan, hè? Oude schoenen, voornamelijk ook. Dat is zo leuk. Ja, je bent, als je dat soort dingen doet, denk ik, oh. Maar ik vind het op zich niet vervelend om te doen. Dus ach. Nou, hebben we toch een aardige borstel. Oh ja, Therese, ja, als je bij een workshop bent, ja, ik weet, ik doe eigenlijk nooit, ik noteer nooit wat. Het is toch wel, eigenlijk wel heel ernstig dat ik dat niet doe, hè. Ik denk altijd, hoe ziet het kleurtje eruit en wat past er een beetje mooi bij? Maar dit is mijn, dit wordt mijn, mijn kwast. Dat is alvast leuk. Dan moet ik heel eventjes het hout maken. Dat wordt de achterkant van mijn kaart. En dan moet ik even kijken welke ik ga gebruiken en hoeveel. En dan heb ik nog een stukje basis. Ik moet natuurlijk wel de borstel erop kunnen moeten oppassen. Ik denk dat ik ze toch wel bijna allemaal nodig heb. Ik zal jullie vertellen, ik wilde eerst eigenlijk zo'n wegwijzer maken. En dan een beetje hier en daar en zo. Een beetje. Kan trouwens nog steeds wel. Dat het niet zo netjes is. Maar dat het gewoon de achterkant is. Is misschien wel leuk. Ja, ik denk dat, dat ik dat doe. Het is in ieder geval wel een geweldig leuke kwast. Buiten kijf. Die is gelukt. En ja, dan ga ik toch even kijken wat ik hier heb. Wat heb ik hier nog? De Gathered Twix. En ik heb die vier. Ik moet natuurlijk een beetje hout hebben. En ik heb mijn crayons. En ik moet een stukje blauw maken. Want dan is het de bedoeling dat er ook een beetje blauw op het hout komt, zo gezegd. En dan komt hier een tekst. Ik denk dat ik er eentje kan weghalen. Zo, ja, dat is genoeg. Ja, dat is waar hoor, Therese. Ja, dat is ook zo. Ik zeg absoluut niet dat je geen gelijk hebt. Want ik denk dat je heel erg gelijk hebt. Ik zeg alleen dat ik er heel erg slecht in ben. Ja. Dit is gewoon van dat craft gebeuren. Die moet ik eigenlijk allemaal ook nog een stukje inkorten. Hoeveel centimeter is die nu? 15,5. Dan ga ik overal naar 14 snijden. En dan zal ik deze 13,5 maken. Dan kan die erachter. Hoeft niet super netjes. Dus. Ze gewoon een stukje af en ik ga het niet netjes knippen. Zo. Die daar. Moet ik wel de goede kant boven hebben. Dat is ook echt iets voor mij om de verkeerde kant dan boven te hebben, maar ik heb de goede kant boven. Ik ga ergens beginnen. Ja, misschien dat ik dat nog wel doe. Maar ik moet heel even kijken hoe het uitkomt. Ik vind die 3D embossing folders echt een uitvinding hoor.
Hoe gaaf. Ietsje donkerder. Dan moet ik opletten dat ik die bovenste wel wat blauw meegeef ook. Dus laten we deze nog bruin doen. Ik gebruik trouwens nu weer die vintage foto en de walnut steen. Domkaar. Zo, deze kan ook nog bruin. Nou, dan zijn we alweer een heel eind. Ik heb onverwachts morgen tijd om te knutselen, want ik zou eigenlijk naar Bospop gaan in Weert. Maar mijn man is daar al vanaf donderdag. En ik zou dan eigenlijk vandaag al heen gaan. En dan daar blijven slapen. Dan had ik een ticket voor morgen om ook het terrein op te gaan. Alleen, mijn auto staat onverwachts weer bij de garage met dezelfde euvel als een paar weken geleden. En die staat nu al een paar dagen bij de garage, want het is blijkbaar een groot probleem. En ik heb geen vervoer. Nou weet ik wel dat je met de trein naartoe kan, maar ik moet zoveel meeslepen dat dat niet te doen is. En het is een complete wereldreis daar naartoe. Dus dat is niet zo heel erg fijn. Ja, blauwe spetters komen er ook, Marion. 100%. Kijken of ik van deze een stukje moet afknippen. Nee. En wel in de breedte nog een klein stukje. En er komen er zeker ook spetters op, want ik wil een beetje dat slordig effect, om het zo maar te zeggen. Alsof je nog maar gedeeltelijk aan het verven bent. Die komen hier op. Dan moet ik heel even kijken bij deze. Dan moet ik hier vanaf hier en dan hierboven wat blauw. De onderkant mag bruin. Dus nu uiteindelijk ben ik thuis. Het is wat het is. Maar ja, het was natuurlijk een duur kaartje. Dus het was jammer maar helaas. Maar voilà. Hè? Ik denk dan altijd maar weer, er zijn ergere dingen op de wereld. En dan komt er nog wat blauw. Dan moet ik even goed kijken. Dit is die. Dit is die. Blauw. Oh Monique, ja, het is wel fijn dat je dan toch wel eventjes kan gaan zitten, niet? Met je met knutselspulletjes. Had ik wel tenminste. Ik ben ook zo onwijs moe van mijn nieuwe baan, dat ik vaak 's avonds 0,0 fit heb om ook maar iets te doen. Ik doe mijn best. Het wordt al leuk. En toch, als je dan eenmaal bezig bent, zoals ik nu bezig ben, denk ik, oh ja, het is ook veel te leuk. Moeten we vaker doen. Maar ja, het, hè? Ik ga het eerst even plakken. Dan ga ik even kijken hoe het uitkomt. En kijken of er nog meer nodig is. Ik denk dat het toch een beetje.
Ja, Monique, als je dan werkt en je energie is op, dan houdt het ook gewoon gevoeglijk op, hè? Ik was gisteren ook. Ik was om 12:30 ben ik dan klaar. En om 5:30 had ik nog dingen af te handelen. Ik denk, oh. Het gaat goed hier, Not. Is me iets terecht. Maar ja, het hoort er ook een klein beetje bij. En ik ben echt niet de enige die zo druk heeft, denk ik dan maar. En het went ook wel weer. Dus ik ben ook altijd wel hele drukke banen gewend. Alleen afgelopen 2 jaar is het gewoon, ja, of ik zat thuis of met thuiswerken bedoel ik dan. En dan was het gewoon rustig omdat er niet zo heel veel te doen was door de corona. Het is nu gewoon weer aanpezen. En eigenlijk is dat wel fijn, maar het is wel weer wennen. Ik ga die muis niet heel netjes opplakken. Dat hadden jullie al wel door. Een beetje alle kanten op. Dat hout is wel heel leuk, hè? Ik kan zo meteen, dan ga ik dat met die crayons, die krijten, ga ik dat nog ietsje meer doen. Ja, dus wel, ik kom het wel heel goed uit de verf, zo. Ja, is inderdaad een hele mooie woordkeuze. Ja, dat is ook wel leuk, een beetje naar beneden. We gaan zo even kijken hoe het eruit komt te zien. En dan kan je daarna natuurlijk nog kliederen wat je wil. Maar laat eerst maar eens heel even opplakken. En dan de rest doen. Nou, ik moet elke keer wennen aan mijn nagels. Nu zie ik mijn nagels, ik, oh ja, ik heb ze gelakt. Dat is lang geleden dat ik dat gedaan heb. Nou, moet hij wel blijven plakken. Dat zou ook wel leuk zijn. Kijken of ik ergens nog te rechte hoekjes heb. Ja. Nou, de basis is er ook. Is ook al leuk. Die komt hier op. En dan gaan we eventjes inderdaad wat drippen misschien en spetteren. Absoluut ook spetteren, maar eerst heel eventjes het hout afmaken. Je crunchy maken. Ja, dat is inderdaad de hout. Waar heb ik hem? Is een embossing folder van Sissix van Tim Holtz. En dat is wel een beetje een van mijn lievelings embossing folders, merk ik, want hij is echt voor van alles goed en handig. Ietsje meer hout. Omdat het gewoon leuk is. Even de achtergrond. Nou,
Nou, dit is gewoon leuk om te doen, om het een beetje mooier te maken. En hoe simpel het kan zijn eigenlijk. Nou, dit is de basis. En dan gaan we nu kijken wat we nog meer aan leuke dingen kunnen doen. Even mijn vingers schoonmaken. Ik moet eigenlijk ook babydoekjes in de buurt houden, hè? Ik kan deze ook nog wel ietsje hoger met foamblokjes opplakken. Ik denk dat dat sowieso ook wel leuk is om te doen. Gaan we sowieso ook doen. En ik ga eventjes spetteren. En dan pak ik heel even mijn craftsheet. Want ik heb natuurlijk niet mijn glasplaat nu. Die zit onder dat zeil, om het zo maar te zeggen. Normaal gesproken doe ik dat even op de glasplaat, maar dat gaat nou niet. Dat maakt niet uit. Dan kan ik hier, kom weer eens ruimte tekort, kan ik hier eventjes wat nat maken. Dat kun je gewoon met water doen. Ik heb hier ergens een flesje. Oh ja, ik heb die sprayer, heb ik hier. Oh Carla, dit is letterlijk cardstock van 240 gram. Ik heb hem letterlijk nat gemaakt. Ik heb hem door de embossing folder stansmachine gehaald. Op de embossingstand. 3D embossingstand. En dan krijg ik dit. Ja, het is wel leuk om een beetje met kleurtjes te werken. Ja, voor een verhuiskaart is die leuk, hè? Nou, wat ik doe is gewoon eventjes wat oxide op een craftsheet. Of op je glasmat, of net wat je hebt. Ik maak het nat. Wel goed nat in dit geval. Ik wil dat het een beetje gaat drippen. Ik pak mijn waaierkwast. Want ik vind dat dat het beste werkt. Zo'n waaierkwastje. Met wat ik wil gaan doen. Dan moet ik heel even kijken, want anders wordt het allemaal zo vies. En dan kunnen we... Heel even kijken of ik hem kan laten drippen. Of dat een beetje wil. Dat wil. Ik denk zoiets. Ik ben heel even aan het concentreren, sorry. Ik mis wat conversatie, denk ik. Ik denk dat ik het hierbij hou, anders wordt het te. En dan ga ik toch weer even mijn heat-tool pakken. Oh, er zit er wat in. Er scheelt er weer iets. Ja, inderdaad, Marjon. Eventjes nat maken. Ik doe natuurlijk diezelfde spuit, dus maak ik het ook altijd eventjes nat. Meteen maar even een babydoekje pakken om het op te ruimen. Oh, je zag wel heel erg mijn hand in beeld. Omdat ik stond. Wat ik vandaag gedaan heb trouwens, met dit afdrukken, is eventjes een designpapiertje wat ik toch verder nergens voor gebruik, dubbel vouwen. En die heb ik erop gelegd. Zodat er iets meer druk nog kwam. Misschien is dat
wat helpt. Dat heb ik vandaag toevallig wel gedaan. Normaal gewoon. Hoe komt dat blauw daar? Er zit een gaatje in de craftsheet, zo te zien. Het is alweer weg. Nou. Het heeft wel heel erg gedript, maar oké. Het mag wel een beetje drippen, hè? Oké, nou dan ga ik zoeken naar iets om eronder te doen. En ik ben continu op zoek naar mijn dikkere foamblokjes. Maar op de een of andere manier zijn ze ergens toe verdwenen. Dan weet ik even niet waar. Maar ik heb nog wel dunnere. En ik heb een stukje karton. Misschien even kijken hoe ver we daarmee mee komen. Want ik wil hem dus wat hoger op de kaart hebben. Dat karton van die dozen, dat komt toch altijd wel van pas. Ja, het is zonde om die embossing folders niet te gebruiken. Want het moet echt kunnen hoor. Want ik heb ook alleen maar, ik heb gewoon een big shot. Hè? Ik heb niks geks en een stansmachine of zo. Ik krijg het toch ook voor mekaar. Het is gewoon letterlijk één keer er doorheen halen. Want oprecht, meer heb ik niet gedaan. Nou, dan denk ik dat dit de oplossing moet zijn. Omdat ik mijn dikkere foamblokjes nergens kan vinden. Nou. Het is gewoon voor de grappig, hè, dit. Het is gewoon voor de leuk. En het moet heel eventjes drogen, de lijn. Dan kan ik ondertussen met het volgende aan de slag. En dat zijn de blaadjes. En de bloemetjes. En een tekst. Want ik wil natuurlijk ook nog een tekst erop. En teksten, ik weet niet hoe dat met jullie zit. Ik loop er altijd mee te stoeien. Want ik denk, ja, welke tekst? Hoe wil ik de tekst? En noem het maar op. En ik had deze van Sissix. En thankful for you. Nou, in dit geval is het bedankje voor het klussen. Dus dan is het natuurlijk wel heel leuk om die erop te doen. Of it's the little things. Thankful for you. Of hello friend, thankful for you. In elk geval, ik dacht, hier kan ik wel iets mee. Ik kan ook natuurlijk een verjaardagskaart van maken. Maar dit is meer een beetje helpen voor... Dus ik heb eigenlijk van alles gepakt. Ik ben altijd te stoeien met tekststansen. Deze zijn niet zoveel toepassing. Die zijn wel leuk trouwens. Met die sunflower. En die vintage butterflies heeft ook hele leuke tekstjes. Maar in dit geval niet echt van toepassing. Nou, nu kun je dus... De basis is in principe klaar. Hè? Dus nu kun je eigenlijk gewoon versieren wat je wil. En in dit geval hebben ze bij Sissix bedacht. Dat je hele leuke bloemetjes... erop kunt doen. En je zou even nog kunnen bedenken dat je in plaats van de haartjes, dat dit jouw kwast is. Dus de blaadjes, die zijn dan jouw kwast. Dat vind ik op zich ook wel heel erg leuk. Dat ga ik nu dan niet doen, want anders had ik hem wel als eerste gedaan. Maar ik vond het wel een heel erg leuk idee. Ik denk, ja, dat heeft ook wel wat, maar in dit geval niet echt van toepassing. Ik ga even kijken of ik nog een kladblaadje heb. Die andere is echt heel erg vies. Maar goed voor dat hele goedkope printerpapier. Ik gebruik het echt altijd. Even kijken. De bloemetjes en de blaadjes. Ik wilde toch nog wel een setje bloemetjes op. Ik vind dat toch nog wel echt heel erg leuk.
om dat erbij te doen. Ik vind de basis altijd wel grappig. Ik heb deze, nu ik het zo zie, denk ik dat ik hem niet zo leuk vind erbij. Ik heb nog de Pumice Stone gepakt en de Shabby Shooters en de Peeled Paint. Dus voor de blaadjes meer. En dan begin ik een beetje te twijfelen wat ik voor kleurtjes wil. Misschien ook wel blauw. Misschien wel gewoon in dezelfde tinten als de rest. Ik denk zomaar dat ik dat wel leuk vind. Heel even kijken hoe dat eruit komt te zien. Ik pak weer de tie-dye. En dan deze met blauw. We gaan het gewoon proberen. Even kijken hoe dat eruit ziet. Moet je wel bij mij in de buurt blijven natuurlijk. Ik vind altijd op de een of andere manier dat als ik dan iets kleur met een middel, in dit geval de oxides of de inkt, dat ik de rest dan ook in diezelfde en met hetzelfde materiaal moet kleuren. Terwijl je natuurlijk ook nog waterverf hebt en je hebt natuurlijk nog van alles en nog wat om mee te kleuren. Maar op de een of andere manier is dat een dingetje. Dan blijf ik datzelfde medium maar gebruiken. Ja, ik denk dat ik dat ton sur ton leuker vind dan een contrastkleur. Hier kan natuurlijk nog een leuk pareltje in. Of zo. En ik denk dan dat ik de blaadjes ook rustig hou. Dat ik die niet groen maak. Maar dat ik die ook, die tie-dye, doe. Een beetje ton sur ton idee. Ja, maar het spritpapier wordt wel heel mooi, ja, zo. Dat klopt. Ja, ik blijf dat toch het mooiste vinden. Een beetje dat ton sur ton werken, ja. Je mag het doen zoals jij het wil, maar ik vind dit mooi. En het wordt voor een man, hè? Dus die vindt bloemen toevallig heel leuk. Hij wil altijd graag bloemen. Dus hij krijgt ze gewoon ook, die bloemen. Als je dat niet wil, dan zou je het nog weg kunnen halen. Dan heb je ook gewoon een mannenkaart, hè? Maar hij vindt dat wel leuk. Dus ik ga dat gewoon wel doen. Ja, ik vind inderdaad, zo hou je inderdaad wel eenheid. En anders wordt het weer gewoon compleet anders. Ja, ik ben gewoon wat dat betreft zo'n typetje, dat moet dan allemaal een beetje hetzelfde. Even kijken hoe ik dat ga doen. Moet er nog eentje bij misschien wel. Is dat zo leuk, dat passen en meten. Ik doe er nog eentje. Een blauwe vingerafdruk, Marion, je bent briljant. Echt, wat een leuk idee. Ik zal meteen eens kijken of me dat lukt. Het is net zo'n interactief, jullie denken leuk mee. Met van alles. Dan hoef ik ook niet alles voor gekoud te bedenken. Dan kunnen we het met elkaar doen. Ik vind dat wel gezellig. Zo. Even kijken. Je spreekt vast uit ervaring dat er een keertje zo'n vingerafdruk op je kwast heeft gezeten, vermoed ik zomaar. Zo dan. Jullie zijn hartstikke gezellig. Ik vind het heel leuk altijd live gaan. Een beetje zo dat geklets. Een beetje gezellig houden, dan is dat altijd gezellig.
En dat gaat altijd goed, toch? Volgens mij is er een feestje, Quinn. Quinn die logeert bij mij. Maar hij mag vanavond weer, maar ik denk dat hij vlucht naar zijn eigen kamer als de achterburen een feestje hebben. Dan ligt hij snel in zijn eigen bed, denk ik. Nou, is toch gewoon onwijs leuk. Kan aan mij liggen, maar ik vind hem leuk. Nou, en dan nog een tekst. Tekstje. Dat wordt dan toch deze, denk ik. Kijken of er nog een leuke bij staat. Ze zijn wel wat klein. Het is ook best wel een grote kaart. Maar aan de andere kant, dan denk ik, dan moet ik er een... ja, dat is altijd een leuke. Wat ik zeg, ik ben altijd erg lastig. Ik vind teksten lastig. Waar ik hem dan op stempel. Of dat ik dat gewoon zwart-wit hou. Of dat ik hem op een blaadje. En dat denk ik dat ik ga doen. Moet ik wel eventjes een wit stukje papier. Die had ik wel. Maar er ligt hier. Ja, dat zien jullie niet. Er ligt hier echt een zo'n stapel. Met allemaal projectjes. En nieuwe collecties. En ach, het is echt momenteel heel veel. En ik had wit papier, maar vind het maar eens als je het nodig hebt. Dan is het natuurlijk echt nergens te vinden. Ik heb wel dat paint-on papier, misschien is dat wel leuk, dat blauw. Maar gewoon wit papier, dat had ik net wel. Dat is papier wat jullie nog niet mogen zien. Nou, gaat goed hè? Ik heb hier heel veel geheimen op de eettafel liggen. Het is echt... heel veel. Wel allemaal super gaaf. Even kijken. Wit papier of blauw papier. Ik ga het gewoon allebei even doen en kijken wat ik leuker vind. Met blauw stempelen. Ik zou natuurlijk met die, die Enchanted Mariner kunnen stempelen. Dat zou natuurlijk wel kunnen. En dat ik dan een stukje van het papier, dat lichte tie-dye, doe. Dan is het allemaal weer één kleur. Ik kom er wel met jullie hulp. Ik mag nog geen sneak peeks doen. Maandag bij Elizabeth Craft Design Live mag ik met een nieuwe collectie van Ilse van de Art Journal Specials aan de slag. En dat is dan echt een sneak peek, want die is op dat moment nog niet in de winkels. Is natuurlijk wel heel erg leuk. Even kijken. Waar is mijn... Waar is de blauwe oxide gebleven? Hieronder. Welke ga ik nou doen? Hallo, wat had ik nou? So very thankful. Nou, dat zijn we wel. Even kijken of het gaat met de distress oxide, hoe dat eruit komt te zien.
Het is natuurlijk niet de meest precieze inkt om mee te stempelen, maar... Oh, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Dat is die. Even kijken hoor, dan... Die mag terug. En dan had ik Hello Friends. En dan ben ik alweer de laatste deze demo dag. Het liep allemaal een klein beetje anders dan anders, want ik val ook in. Want in eerste instantie was Anneke niet in staat om een live te doen. Die maar nog een keer. En later bleek ook Jeanette niet helemaal lekker. Dus nou. We moeten elkaar ook soms een beetje helpen. Dus ben ik live gegaan. En uiteindelijk komt ook dat helemaal goed. En dan ga ik zo meteen, denk ik, even een filmavondje houden met mijn kinderen. Even kijken hoor, deze moet dan weer hier. Nou, knippen we die nog even uit, plakken we die op en dan denk ik dat die zo goed als klaar is. Dan is hij wel weer mooi geweest. Dan had ik mijn kleine schaartje ergens. Maar die is natuurlijk ook verdwenen. Dus doe ik maar mijn grote. Even uitknippen. En dan zijn we alweer klaar. Het is niet een kaartje wat heel veel tijd kost. Ja, die lives die zijn gewoon ook ja, een constante factor geworden. Hè? Eigenlijk over de afgelopen ruim 2 jaar. Want voor die tijd was er eigenlijk altijd op woensdag en zaterdag, als ik me niet vergis, een live. En ja, sinds de pandemie doen we het bijna elke dag. Of is er sowieso wel elke dag ergens een live te vinden, hè? En dan krijgt hij er een mooi cadeau bij. En dan heb ik mijn plicht voldaan. Ik zal die nog eventjes opplakken. Ik kan hem ook als verhuiskaart gebruiken, zit me net te bedenken. Maar in elk geval, het idee is hetzelfde. En dan, ja, denk ik dat we er zijn. Ben ik binnen de tijd? Ja, ik ben keurig op tijd zelfs. Ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat ik een beetje een leuk idee heb gegeven met nou ja, deze kwast. Of in elk geval een idee heb gegeven. Het is gewoon leuk om te doen. En dan hoop ik jullie... ik heb volgende week dus maandag een live bij Elizabeth Craft Designs. Met de nieuwe collectie van Ilse, de Art Journal Specials. En dan woensdag ben ik hier in de groep van Hobby Vision. En dan ga ik ook die flipkaart nog maken van Elizabeth Craft Designs. Dus genoeg weer te doen. Een hele fijne avond en nog een heel fijn weekend. En tot de volgende keer. Doeg, doeg!